Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe vlog. Vandaag is eigenlijk de december vlog. December is echt oprecht een bouwenmaand. 30 december word ik namelijk 43 jaar. Altijd een feestelijke aangelegenheid. De kerst ook altijd supergezellig hier bij de bouwers. Natuurlijk Sinterklaas mag niet vergeten worden. Vandaag is natuurlijk een grote dag, 5 december. En dat betekent dat het hier hoogspanning is voor de kids. Zal die komen, zal die niet komen? Maar ja goed, die Sinterklaas heeft wel veroorzaakt dat ik hier thuis de veiligheid wat ga opschroeven. Ik heb de afgelopen week heb ik mij toch regelmatig verwonderd over het feit hoe het nou toch mogelijk is dat hier continu hier pepernoten in de schoenen liggen en soms zelfs een cadeautje, chocoladeletters. En ik vraag me gewoon af, hoe is die persoon hier binnengekomen? Dus dat heeft me doen besluiten om de veiligheid hier een beetje op te schroeven. Ik heb nieuwe sloten in mijn huis heb ik laten zetten. De sensoren heb ik allemaal laten nakijken. Kortom, het hekwerk is helemaal nagelopen. Maar we hebben ook een nieuwe waakhond. En die ga ik even aan jullie voorstellen. Een bijzonder ras, moet ik heel eerlijk zeggen. Een hond die gelijk aanslaat als je hem nodig hebt. Die gelijk voor je in de bres springt als het erop aankomt. Hij is nog een pupje, zeg maar. Dus dat moet ook natuurlijk opgevoed worden. Dus dat betekent, hij mag hier niet binnen plassen. Daar houden wij niet van. Hij mag hier niet binnen schijten. We moeten dat diertje gewoon van alles bijbrengen. Het is echt een enorme waakhond. Dus als je hier onaangekondigd over het hekwerk klimt, ja, dan weet je wel wat je te wachten staat. Maak kennis met Zoe, onze waakhond. Dit is echt het crème de la crème als je praat over beveiliging. Het is zeer waakzaam. Slaat gelijk aan als er mensen voor de poort staan. En heel eerlijk, het is nog maar een pupje, dus ze moet natuurlijk alles nog leren. Van de week heeft ze al een aantal keer al geplast, gepoept hier binnen. Vond me is niet echt heel erg leuk. Dus we gaan het aantal keren uitlaten, gaan we gewoon opvoeren. Zodat ze straks helemaal zindelijk is en dat ze hier gewoon binnen het gezin past. Maar ze is ontzettend lief. Maar je ziet het. Oh, ze is enorm kroelerig. Dus dat past goed bij de bouwers. Aan de andere kant heeft ze ook wel hele scherpe tanden. Dus laat je gewaarschuwd zijn als je hier de dam overgaat. Nou, ik zou zeggen, ga lekker mee naar buiten. Dan gaan we eens even de hond uitlaten. En dan laten we eens even kennis maken met het mooie Fijnaard. Kom op Zoe, daar gaan we. Ga mee, kom op. Ik ben er klaar voor. Ik heb het poepzakje. Kijk, tegenwoordig is dat verplicht. Ook in Fijnaard hebben we tegenwoordig de hondenpoeppolitie. Die rijdt lekker rond, kijkt overal in alle straten of daar mensen lopen met een hondje. Vragen ze, heb jij een poepzakje? Ze kijken overal links en rechts achter de bossen. Je komt ze overal tegen, die jongens. Dus ook Frans heeft een poepzakje bij, want ja, je weet het, heb je geen poepzakje, dan krijg je gewoon een hele dikke vette bekeuring. En dat is het laatste wat we willen. Dus we gaan de hond er even bij pakken. Alhoewel de hond, volgens mij is die 2 keer zo klein als het poepzakje. Er gaan hele kleine drolletjes in straks. Maar even kijken of ze mee wil, want ze is weer aan het spelen geslagen. Zoe, ga je mee? Zoe, kom. Zoe luistert al net zo goed als de vrouw. Zoe, kom hier. Zoe, kom. Poepzakje. Nou, dat gaat er lekker met mijn hond. Zoe, kom. Ja, daar is ze. Kom, je mag naar buiten. Je mag naar buiten, kom op. Zo is ze braaf, kom. Ik heb een prachtig tuigje heb ik voor haar gekocht. Nou, we gaan proberen of ze haar behoefte ook gaat doen als we haar uitlaten. Zoe, kom. Je ziet dat het heeft wat voeten in aarde, maar ze zeggen rustig met beleid, moet het goed komen. Zoe, kom. Kom op. Kom met de baas mee. Kom.
Ik denk dat het beter is dat ik Zoe toch even ga oppakken. Kom maar, Zoe. Dan gaan we eens proberen. Als ze op vreemd grondgebied is, of ze dan wel zelf gaat lopen. Nou, Zoe, tot nu toe ben je nog niet echt een goed luisterend hondje, hè? Ik hoop wel dat dat gaat komen, Zoe. Nou, achter de hoogte van dat gras zullen we het eens gaan proberen. Dan zullen we Zoe eens even gaan neerzetten. Om te wandelen met de baas. Oh, het ziet er wel echt vreselijk koud uit. Dat wit. Van ijs. Nou, ik zal Zoe hier eens even uitlaten. Een stukje lopen dan. Kom maar. Kom. Loop dan. Ik wil helemaal niet lopen. Kom eens. Kom. Nou, dan draag ik je wel weer. Kom op, Zoe. Kom. Kom. Zoe. Dat is toch niet te doen. Een hond zo uitlaten. Kom op. Zoe. Je bent gewoon een diva. Maar goed jongens, je ziet het. Onze pup moet nog een hoop leren. Het is nog maar een jonkie. Wil nog niet zelf lopen aan het tuigje. Wil alleen maar spelen. Ik heb het poepzakje helaas niet nodig gehad vandaag. Dat is dan wel weer een minpuntje, want dat betekent dat ze het waarschijnlijk straks gewoon weer lekker binnen gaat doen. Vervolgens gaat Maris dan weer tegen me zeggen van hey, heb jij de hond uitgelaten? Ja Maris, maar ze heeft binnen gepoept en geplast. Dus dan krijgen we dat weer. Maar in ieder geval, we zijn blij met onze nieuwe aanwinst. Bedankt voor het kijken naar de vlog. En in de toekomst ga je natuurlijk veel meer van Zoe Bauer zien. En zoals ik altijd zeg, blijf kijken naar de vlog. En tot vlogs allemaal. Houdoe, doeg! Ik vind persoonlijk een echte vind ik mooier als een nepper. Nou, als ik toch wat mag zeggen. Maar ik heb het gevoel dat ik alweer niks mag zeggen.